Hi, goeie avond is het hier al, maar dat maakt niet uit. Goeiedag, hè, zeggen we dan. Ik heb een kopje koffie en een pakketje van Easy Paris. Volgens mij staan jullie een beetje hoog. Zo. Dit was de eerste keer dat ik bij Easy Paris besteld heb en het was een beetje raar, denk ik. Raar voor mij in ieder geval. Omdat... Moet ik het goed uitleggen? Als ik bij Zalando of YouTube of Boozy Shop of Hennis & Maurits of waar dan ook bestel, krijg ik per mail een bevestiging van de bestelling. Ook bij Make Up Revolution en zo, bij Colourpop, bij Elf, bij iedereen. Krijg ik een mail als ter bevestiging van de bestelling. En dan krijg ik, als het verzonden is in Track & Trace, en dan krijg ik ook nog mailtjes van DHL of PostNL of helemaal niets. Ik had betaald via Easy Paris en klaar. Dan kon ik op de web in de app wel zien bij bestellingen dat mijn bestelling op een gegeven moment was afgerond. Maar ik had geen bevestigingsmail gehad. Ik had niks van de bezorger gehad wanneer ze zouden komen. Ik had gekozen voor volgende dag bezorgen. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar het is gewoon een beetje raar. Je krijgt er een beetje... Oké, ik ben niet achterdochtig. Ik ga hier echt even gewoon minuten over... Ik ben niet achterdochtig. En ik heb zoiets van, nou ja, als je een beetje gezond nadenkt, dan kom je in een heel eind. Maar... Door alles wat er gezegd wordt en je weet dat Easy Paris is gewoon een normale winkel en dan kun je gewoon bestellen en daar is niets aan de hand. Maar als je dan vervolgens €256 bestelt en je hoort helemaal niets meer, krijg je toch een beetje zo'n gevoel van... Maar goed. Wat heb ik besteld? Een doosje vol. Dit is zeker geen nieuwe make-up. Nieuw voor mij, ja. In het kader van, ik ga merken proberen die ik nog niet eerder geprobeerd heb. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Heb ik een lijn besteld van Huda. Dit is de Jelly Primer. Dan heb ik de Luminous Matte Foundation. Ik heb de Luminous Matte Concealer. Ik heb de Glowish Skin Tint. Ik heb de Glowish Poeder. Ik heb de Glowish Bronzer. En ik heb een Glowish blush. En ik kreeg een Coco Mademoiselle erbij. Altijd welkom. Ik kreeg een J'adore d'eau. Parfum d'eau. Wilde ik heel graag proberen. Dus dit komt goed uit. En wat kreeg ik er nog meer bij? Een double serum voor je ogen. Nou, altijd leuk. Doosje kan weg. Oké. Het probleem. En ik heb een natte lipstick. Het probleem. Huda Luminous Matte. Ik heb er een aantal filmpjes over gezien. Dit is de nieuwe versie, de Luminous Matte. Maar die is by no means luminous. Sterker nog, redelijk mat. Nou, hou ik op zich wel van een matte look, maar... Een spiegel. Ik heb een ouder wordende droge huid. Oh, wat oudere huid. Ik ben bijna... Ik word volgend jaar 50. In maart word ik 50. Dus... Ik gebruik het doosje even als afvaldoosje. Ik ben een beetje... Ondertussen krijg ik een foto van mijn man, maar dat kunnen we nu niet bekijken.
Daarom heb ik de Jelly Primer erbij. Want ze zeiden op de site, als je de Jelly Primer erbij bestelt, dan kun je, als je die eronder doet, dan krijg je een gehydrateerde look. En ik vind een matte look wel leuk, wel fijn. Maar het moet, ik heb een oudere droge huid. Of wat, zoals ik al zei. Ik wil niet dat mijn huid er heel droog uitziet, zeg maar. Dus. Oh, het is niet een hele dikke jelly. Ik ga dit gewoon even opsmeren. Ik word wel rood, maar dat is gewoon van het wrijven hoor. Ik weet niet of dit genoeg is. Dat zien we dan wel weer. De Huda. Die heb ik in de kleur vanille. Geen idee. Ik vond het erg onhandig zoeken, moet ik zeggen. Het is plastic. Ik vind het wel mooi uitzien. Dit is de kleur. Nou. Wat ik heb gezien is dat hij heel snel droogt. Dus ik doe een wang voor wang, zeg maar. Ik doe het met een spons. Omdat die erg dik is. Ik heb hier een puist, jongens. Ik heb echt... Hij is te licht. Serieus, hij is te licht. Ik doe iedere keer klein. Dit zijn geen pompen, hè? Dit zijn gewoon druppeltjes, maar het is heel dik. Ik zie er echt uit als een soort geest. Ik denk alles bij elkaar is dit net een pomp, zeg maar. En heel veel meer gebruik ik überhaupt niet. Even kijken in de grote spiegel. Ik heb hier een hele droge vlek. En daar wil hij gewoon niet op pakken. Hij grijpt ook hier op mijn neus vast. Nee. Nee hoor. Ik had ook van Pampered Wolf gekeken. En die zei dat ze hem eigenlijk best wel heel mooi vond. Maar dit licht zit niet mooi op mijn huid. Ik weet niet of jullie het hier kunnen zien, maar... Het is gespeeld. Pikkelt of zo. Maar de kleur is niet zo licht als wat ik dacht. Nee, nee. Oké, dat ga ik even afhalen. Dit wordt een lange video. Even een beetje micellair water. Want
hier was ik natuurlijk wel een beetje op voorbereid. Nou, er komt niks meer vanaf. Een heel klein beetje even met de handdoek zo droog maken. Oké, ik ga geen dagcreme nu opdoen, maar wel opnieuw de primer. Even een beetje invrijven op die droge plekken waar die aan bleef hangen. Die primer vind ik fijn. Niet echt bijzondere geur. De Glowish. De Glowish was ik ook nieuwsgierig. Eigenlijk was ik daar als eerste nieuwsgierig naar. Die heb ik in de kleur 01. Dit is een skin tint. Dus in principe zou dat voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Wat ik ga doen, ik ga iets van die skin tint mengen met die foundation. En dan gaan we kijken wat hij dan doet. De kleur is ook al gelijk veel beter. Kijk, hij is nu heel glowy. Maar ik vind dit wel mooi. De kleur is nu echt goed. Even de micellair water opruimen. Mijn haar een beetje. Ja, hij pakt nu beter hier ook op die droge plek. Nog niet geweldig, maar dat doen heel veel foundations. Daar maak ik me dan niet zo druk om. Van het mengsel heb ik over. Dus ik zou een beetje hier kunnen doen en nog hier kunnen doen om te kijken of ik dat kan opbouwen. Nou, dat niet echt. Nee. Ja, dan, jawel, maar dan moet je echt wel meer doen hoor, dan alleen een drupje. Oké. De Luminous Matte alleen, nee. Voor mij nee. Voor een ander misschien ja, hè. Maar samen, ja. Deze, hij is nu namelijk heel, kijk, kijk wat er gebeurt. Ik draai. Hij is heel luminous. Deze alleen is voor mij te veel. Dat ga ik niet trekken. Dan heb ik de concealer in yoghurt drops. Ja, weet je, die vanille shade was eigenlijk
te licht. En deze denk ik ook. Maar het was een heel moeilijk gok op de website. Wat een grappige. Oh, dat valt dan wel weer mee. Dit valt dan wel weer mee. Wat gek. Dit schijnt een geweldige concealer te zijn. Ja. Ja. In eerste instantie dacht ik dat hij hier wel heel veel accentueerde. Maar dat valt wel mee. Ik zit nog steeds in de vergrotende kant van de spiegel te kijken. Niet slecht. Nee, ik vind deze, die concealer echt niet slecht. Het is ook een goede kleur. Het is iets lichter dan wat ik normaal gewend ben. Dan de poeder. De rest zijn allemaal poeders en die zijn allemaal van de Glowish lijn. Dus dit is de kleur 01 Fair. En die wil ik even onder mijn ogen aanbrengen. Ja, dat lukt denk ik wel hoor. Het schijnt een poeder te zijn met een kleine shimmer erin. Dat zie ik onder de ogen nog niet. Oh, ik ben even uit beeld. Ik was even mijn poederkwast pakken. En ik poeder namelijk wel graag heel mijn gezicht af. En dan voornamelijk omdat ik een hekel heb als het hier bij je kaaklijn droog aanvoelt. Maar dat doet het niet echt. Ja, er zit in die poeder zit er wel een shimmer. Beetje fixing spray van de Action. Zo. Nog even een slokje drinken. Zo. De kleur is echt die twee samen. Ik zie er gezond uit. Ik zie er luminous uit. De kleur is goed. Het is niet cakey. Misschien een heel klein beetje hier bij de neus is het cakey. Ja. Maar dat is omdat ik zeg maar 50 keer ingezoomd op mijn gezicht zit. Dus, ik heb de bronzer in de kleur 01 Light. En dat lijken gewoon echt een beetje twee kleuren te zijn. Hij is voor mijn gevoel heel geel. Wat ik ging vertellen, ik heb hier een puist. Serieus. Wessel is nu 20 jaar. Die wordt in april 21. Dus ruim 20. Die heeft nog nooit een puist bij mij gezien. Ik heb nooit of heel zelden puisten. Maar ik had mijn gezicht ingesmeerd met een soort... Met iets wat ik in een goodiebox of een Look Fantastic box of iets gekregen heb met een retinol.
een sleeping mask. Een hele dikke puist. Al ruim een week. Oké, deze bronzer. Ja. Prima. Heel licht, heel subtiel. Doet wat het moet doen. Ja. Nou, de blush. Ga ik natuurlijk niet kunnen lezen in welke kleur ik die heb. Want ik heb mijn bril niet meegenomen. Omdat ik gewoon nooit zo voorbereid ben. Nu 1 Healthy Peach. Dat is deze kleur. Hier krijg je een spiegeltje in. Nou, is heel licht. Maar kijk het verschil in grootte. Heel bijzonder. Hallo, waar ben je? Hier zo. Mijn kwast past er echt net in. Ja, je ziet het wel. Maar het is allemaal heel subtiel. Dat glowish is natuurlijk ook de meer natuurlijke of ja, de meer natuurlijke lijn van Huda, niet zo cake face, zeg maar. Je moet wel wat aanbrengen, maar je ziet het wel. Ja, het geeft een gezonde, ja, een gezond blosje aan je wangen, zeg maar. Als laatste, en ja, ik moet mijn wenkbrauwen nog doen en ik moet mijn wimpers doen, maar anders wordt de video zo lang. Heb ik een matte lipstift in de kleur Wifey. Dat is een soort, ik denk een nude. Ja, het is een nude. Dus die gaan we even aanbrengen. Hij is echt nude. Ja. Zoals alle kleuren slaat hij bij mij een klein beetje oranje uit. Maar dat doen alle nude kleuren bij mij. Ja. Wat vind ik ervan? Ik vind het mooi. Ik vind dat ik er goed uitzie. Het is een heel klein beetje hier bij mijn neus, maar dat ligt aan mijn neus. Ik vind de lip mooi. Ik vind de poeder, de bronzer, de blush, alles mooi. Ik vind de primer heel fijn. Voelt goed. De concealer ziet er goed uit voor zover ik dat hier kan zien. Ja, je weet je bent ouder, dus je hebt rimpeltjes en structuur. En dat heb je nou eenmaal. Ja, ik maak me daar niet zo druk om. Ik hoef niet een heel smooth face te hebben. Dat past ook niet bij mijn leeftijd. Dat past ook niet bij mij. Je ziet natuurlijk dat ik opgemaakt ben. Ik bedoel, ja. Als je make-up draagt, dan zie je dat je opgemaakt bent. Dan kan je natuurlijk heel erg natuurlijk houden. Maar ik vind het niet zo'n probleem. Ja, de poeders. De poeder, de bronzer en de blush. Absoluut. De lipstift. Voelt goed. Is niet plakkerig. Geeft niet af. Ja,
Ik vind hem niet plakkerig in ieder geval. De primer, ja, fijn. Maar ik weet niet wat hij precies doet, omdat de foundation ook nieuw voor mij is. Maar hij voelt fijn. Alleen, nee, kleur is niet goed, maar dat ligt aan mij, zeg maar. Het is een hele dikke substantie. Het blendt niet goed met mijn huid. Daar is mijn huid waarschijnlijk gewoon te droog voor. Deze, de Glowish. Dit is trouwens de Luminous Matte, voor het geval ik dat niet gezegd had. De Glowish op zichzelf, nee, veel te luminous, veel te glowy. Maar samen, ja. De poeder is trouwens ook echt luminous. Echt een radiant poeder. Heel fijn. Ja, nee. Dit is samen echt een combinatie. En daarom had ik hem eigenlijk ook stiekem erbij gedaan. In de hoop dat dat samen, dat hij deze iets zou afzwakken. En deze iets meer dekking zou geven. En dat het goed samen zou werken. En dat doet het voor mij. De bronzer en de blush is allemaal heel subtiel. Ja. Geeft ook op mijn beker niet af. Het droogt heel snel. Het voelt een beetje velvet poederig. Ik vind de kleur mooi. Ja. Hij benadrukt wel wat van je liplijnen. Maar ja, ik vind dat niet zo'n probleem. Je zou er een glossje overheen kunnen doen, zeg maar. Misschien een iets donkerder lippotloodje om het iets meer... het is natuurlijk wel een hele nude kleur, maar ik hou ervan. Het liefst heb ik van die concealer lip, zeg maar. Ik hou er gewoon van. Ja, ik vind het allemaal... Zolang dit maar de combinatie blijft samen. De concealer, ja, die vind ik echt fijn. Die ziet er heel mooi uit. Ik heb een prutje in mijn oog. Goede dekking is ook luminous. Luminous mat, zeggen ze. De Faux Filter Concealer. Ja, ik kleur is goed. Het blendt fijn, het blendt makkelijk. Tot nu toe, die Glowish lijn en die Faux Filter lijn. Met een beetje aanpassingen. Ja, ik ben er blij mee. Ik ga dat deze maand proberen nog verder. In combinatie ook met andere dingen. En dan bij de update november komen ze weer terug. En dan vertel ik jullie wat ik daarvan vond. Ik word hier heel blij van, zeker. Bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. Ik geef dit allemaal denk ik een goede 8. Dit apart is echt een 3 of een 4. Maar ik geef het samen en zeker mijn gezicht nu zo een goede 8. Het ziet er echt goed uit. Dan rest mij alleen maar om te zeggen bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. En dan like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei.